Les 14, som 3. Bij deze som heb je het optelbord nodig. Staat, schrijf alle sommen op die met 8 beginnen. Als we kijken, 8 erbij 0, 8 erbij 1. Hoe moet deze som verder? Kijken we dus naar het optelbord. We zoeken het rijtje met de sommen die met 8 beginnen is dus dit rijtje. 8 erbij 0, 8 erbij 1, 8 erbij 2. En zo ga je verder. Bij som 3 is er ook een stukje B. Schrijf alle sommen op waar 9 uitkomt. Dus waar de uitkomst 9 is. Ze zijn begonnen met 0. Erbij 9 is 9. Ik heb het optelbord nodig. Dus ga ik naar het optelbord. De eerste hebben ze al gemaakt. 0. Erbij 9 is 9. Ga ik naar de tweede rij. Zoek ik naar de som. Waar de uitkomst 9 is, en dat is hier, 1 erbij 8 is 9. Ga ik naar het derde rijtje, hier moet ik die som gaan zoeken waar de uitkomst 9 is. Dat wil zeggen 2 erbij 7 is 9. En zo ga je verder alle sommen waar de uitkomst 9 is. Die schrijf je dan in het schriftje op. Som 4 zijn geldsommen. Hoeveel moeten ze betalen? Vul in. 1 cola kost 2 euro. 1 ijsje 1 euro. Een stukje worst 1 euro. En zo kijk je naar alles wat er staat. Wat kosten ze? Als ik nu 2 stukjes worst koop, hoeveel moet ik dan betalen? Oh, 1 stukje worst kost 1 euro. Ik heb 2 stukken, dat wil zeggen 1 erbij 1 is 2. Ik koop 3 ijsjes. 1 ijsje kost 1 euro. 1, 2, 3, vul ik 3 in. 2 erbij 3, samen, hoeveel moet ik betalen? 5. Som 5 zijn erbij sommen. Succes!